بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتله وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ رواه مسلم هذا حديث نمره 17 حديث فرط أوفر خليفة رشداد بن أوس رضي الله تعالى عنه زن كنيس أبو يعلى رضي الله تعالى عنه, الله تعالى عنه فان بوت فن الله صلى الله عليه وسلم ديزاي إن الله كتب الإحسان على كل شيء فورظار الله سبحانه وتعالى يفت الإحسان خ فور voor alle فور فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ أوصلوا دودة دَوْدًا أُبْنْ خُودَ مَنِير وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ ان als أُفَرْدًا offeren, مَنِير op وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ان zijn mes dat scherp is. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ هاي زين

Inna Allah Ketabel al Ijehsa'an, Hayla Kulli Al-Ihsan, goedheid, is het tegenovergestelde van slechtheid. En goedheid uh, wordt uitgelegd naar gelang hetgene waarvoor je goed bent. En die goedheid verschilt naar gelang hetgene waarvoor jij goed bent. Bijvoorbeeld een dier, bijvoorbeeld een mens, bijvoorbeeld een gemeenschap, bijvoorbeeld uh, yani een, 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 de weg, etc. En ook Al-Ihsan... وإلى الله سبحانه وتعالى لكن في النظر العام الإحسان هو الأفضل إن الله كتب الإحسان على كل شيء الله سبحانه وتعالى أجعل الله, الله جل وعلا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وقال الله تعالى أفضل في En die is een daad die uh, iemand anders toekomt. En die al-Ihsan is een daad die iemand anders toekomt. Maar voordat die iemand anders toekomt, ben jij degene yani die daarvan of de beloning of juist niet zal verkrijgen. En yani voordat al-Ihsan, voordat yani die goedheid iemand uh, bereikt, moet je kijken naar, yani naar jouzelf. En daarom dit noemen ze het in Arabisch ta'addi. Yani, jij noemt het aan de ila van maar jij bent degene die of die beloning of jij die beloning niet zou krijgen. Inna Allah ketter ihsana ala kulli shay. Faizah kateltum fa al kitla. Als jullie doden, en dat is yani in het geval uh, wanneer de doodstraf wordt toegepast, dat wordt toegepast in sommige gevallen. Zoals wanneer iemand iemand anders vermoord bewust. Dan is zijn straf in de islam yani de doodstraf. Behalve als de naaste van degene die vermoord is. Zeggen van, wij vergeven hem en wij accepteren het dia, bloedgeld. Dit hebben we behandeld al yani in de voorgaande of twee hadith geleden. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zegt: Wanneer de doodstraf wordt toegepast, dan moet dit snel gebeuren, zodat degene die deze straf krijgt, jij yani daarvan niet zal lijden. Daarom is het zo, al Ikwa, dat jij yani de doodstraf zoals die yani in de islam wordt toegepast, in die gevallen waar dat nodig is en ook rechtvaardig is, gebeurt op de beste manier. En andere mensen, ja, die niet moslim zij zeggen dat is een barbaarse manier. Want het gebeurt als volgt, iemand wordt naar voren gebracht en het zwaard op zijn, wordt op zijn hoofd gelegd en hij is binnen een seconde of twee is hij weg. Zij zeggen dat is een barbaarse manier, omdat zij alleen maar kijken naar het uiterlijk van zo'n daad. Terwijl op deze manier, dit is de manier waardoor ar Roh meteen eruit gaat. In tegenstelling tot wanneer Al-Kofar niet de doodstraf toepast, inmiddels bijvoorbeeld, vroeger had je elektrische stoel, maar nu spuitje. Bijvoorbeeld zoals in Amerika dat gebeurt. En die, sommige mensen die daar de doodstraf kregen, krijgen een spuitje. En hoe vaak hoor je wel van, ja, het heeft, en hun denken dat het niet snel is. Het heeft 2,5 minuut geduurd. En in sommige gevallen, die heeft die spuitje helemaal niet gewerkt, maar die, die, dat gif en dat vergif wat erin zit, wat eigenlijk hem dood moet maken, heeft niet gewerkt. Maar hij heeft natuurlijk wel niet normaal geleden. Maar daarover yani, horen we ze niet. En daarom, yani, de manier zoals Allah subhanahu wa het voor ons heeft voorgeschreven, is de manier waar Ar-Rahma in zit. En, die, die een aangaan, een en ook bij het dabiha. Wanneer een dier wordt geslaagd, of het nou een offerdier is, en yani, of een dier wat niet wordt geofferd, maar gewoon voor het vlees, dan gebeurt dat ook yani, de islamitische manier. Is ook de beste manier daarin. Want de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zegt: En het mes waarmee hij dat dier doodt, moet als eerste yani, scherp zijn. Bijna, als dat dier één, yani, één keer een klap krijgt met het mes, dan is het weg. En daarom zijn yani, die echte goede slagers, wanneer je hen ziet, zij, yani, zij halen één keer het mes door en het dier beweegt bijna niet meer. Het dier beweegt bijna niet meer. Misschien nog. En die minimale, minimale beweging minimale stuiptrekkingen maar dat zijn en die mensen die weten hoe je moet slachten en daarom ook en die als iemand bijvoorbeeld zegt van ja ik, was, ik heb bijvoorbeeld een kind gekregen en ik wil een schaap slachten ja, is goed maar probeer wel en die als je dat wilt doen kijken als eerste hoe dat gedaan wordt en als je voor jezelf ziet het gaat me niet lukken, moet je het niet doen laat je het anders over die het wel kan en dan ben je daar bezig misschien met dat dier en je die en je, 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 dat dier leidt alleen maar pijn daardoor. Of iemand die bijvoorbeeld een kleine, uh, kleine mesje heeft, hoe zeg je zo? Een aardappelmes, uh, aardappelmes. Dat is hier. Dat natuurlijk niet. Mes moet scheren. Ik heb, ik heb slagers gezien, maschallah. In Marokko. Hij geeft het dier niet één keer één keer. Hè. Niemand helpt hem ook mee. En hij, hij pakt het dier één keer hard los. Gaat naar het, hij, dat is echt een echt professionele slag. En hij gaat door naar het andere dier. En als je kijkt naar dat dier, beweegt bij je niet. En die minimale stijptrekkingen. Wat iedereen daarbij het daarom hetgeen wat zij zeggen over wat nu een actueel thema is, hier in Nederland, en over slachten. En zij willen dat verbieden omdat dit niet goed voor de dieren zou zijn. En ze zouden stress krijgen en bla bla bla. Het zijn allemaal die redenen... waar helemaal niks van waar is. Als het op de juiste manier gebeurt, dan is dat zelfs niet beter dan wanneer het met verdoving gebeurt. En verdoving. Ondanks het feit dat het niet onze tariqa is, de islamitische manier, is het toegestaan om een dier te verdoven en daarna te slachten. Op één voorwaarde. Wanneer die verdoving er niet toe leidt dat het dier eh, daardoor dood zou gaan. Bima'ana, je hebt een dier, hij krijgt een shotje, zeg maar, verdoving. Als je dat dier niet zou slachten, zou hij weer opstaan. Zo'n...

وعن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. The volgende hadith wordt overgeleverd door

طيب فيس نخ مير في في كان نخ اندر الصحابي دي بكان ستا دي مير بكان ستا ام زين كونيا دا ام زين نام طيب <applause> دا فور نخ ابو بكر الصديق اوك من ابو هريره اوك ابو بكر الصديق وات از ذا ابو بكر الصديق <تصفيق> ابن <تصفيق> ابن قحافه لا قحافه نيت اوف قحافه قحافه اوك باينه طيب في في بي.. في كوريجير دايز برودر هذا تصديق باي ابن ابي قحافه يعني ذا فان زين فاذر عثمان نردات وص أبو قحافة دس أنا هاب صوم صورت هاي خنومت عبد الله ابن أبي قحافة وف عبد الله بن عثمان أبو هريرة يلا يا جماعة كم كم فاكم عبد الرحمن ابن صخر فبلك خبيه وصي دوس أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه أن أبو ذر رضي الله تعالى عنه was van de يعني الصحابة van een van de eerste die de islam يعني heeft Maar hij is wel teruggekeerd nadat hij de islam heeft geaccepteerd. En die heeft de Profeet wa sallam, hem bevolen om terug te keren naar zijn volk. En om daar de mensen uit te nodigen naar de islam. En daarom, pas toen de Profeet al-Hijra al verrichtte naar al Medina, is hij pas yani, teruggekomen naar uh, de Profeet. Alayhi wa sallam, yani, als inwoner van Medina bedoel ik. Wa Abi Rahman, Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, Mu'ad ibn Jabal, ook een van de. يعني النجباء من خروت الصحابة فند خينا دي دميس تكنس هاد الحلال والحرام رضي الله تعالى عنه حديث سات معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني كاك إن حديث بروك حديث هيرفور إند عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Deze aan, wat we in termen van hadith noemen, al an hoeft niet per definitie te betekenen... dat deze sahabi, het van de profeet sallallahu alayhi wa sallam... heeft gehoord. En ook, niet alleen bij sahab, maar ook bij de overleveraars in het algemeen. Als je leest, voel aan, aan dan is dat niet per definitie dat die persoon van die persoon heeft gehoord. Dat is moeilijk. Want als wij niet zeker weten... Dat die niet van die heeft gehoord, dan heb je yani, een kans, dat er misschien een persoon tussen hen zit. En wij moeten natuurlijk wel weten wie dat is, zodat we yani, een, goede, uh, een goed oordeel kunnen vellen over de desbetreffende hadith. Duidelijk wat je hiermee bedoelt. Dus aan. Bij een Sahaba is het makkelijk, want de Sahaba, yani, laten we zeggen, het gros van de overleveringen die zij hebben overgeleverd. من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نصت من إيمان، من الصحابة أوك، الصحابة هي ألمًا كلهم عدول، ذكرنا ذا، مرسل الصحابة، حديث، الأول حديث في حديث صحيح البخاري، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، the اوفر over صلى الله عليه وسلم، يعني بداية الوحي، أIRST كيرتون هاي الوحي كريخ، تولد في مكة، وعائشة، عائشة أوفر نهضت، أوفر نهضت، Dus dat betekent dat zij het niet van hem en niet heeft gehoord, maar ze heeft het niet anders gehoord van de Sahaba. En zij leveren het over. Dus als, als, yani, als uh, de Sahaba zoiets overleveren, dan is daar geen enkele iskaal over. Heeft iemand van na de Sahaba, van het als hij betrouwbaar is. als hij betrouwbaar is, want en die yani, kan betekenen, of hij heeft, yani, er is een kans dat hij hem niet heeft gehoord, maar. Dit gebruiken ze ook en yani, als je wel hebt gehoord. Dus het kan allebei betekenen. Als dit yani, een thika is, een betrouwbare... en hij staat niet bekend dat hij overleveraars overslaat... of hen benoemt op een andere manier, dat noemen we tadlis... dan yani, is zijn riwaye makbule. Als hij zegt ook okay, aan, dan gaan we ervan uit... want hij is een betrouwbare, dat hij hem van die gehoord heeft. Maar als zo'n persoon mudallis is... en mudallis yani, is tweedelig... dan of betekenen dat een persoon, een rawi, een overleveraar, een hadith overlevert van zijn sheikh, maar hij noemt hem met een andere naam. Omdat hij bang is dat wanneer hij hem met zijn echte naam noemt, ze zullen zeggen van, hij is daif. daarom zeggen ze, het lijkt op een leugen, maar het is geen leugen. Of het tadlis, hij slaat gewoon eentje over. En wanneer een persoon bekend staat om deze tadlis, en hij gebruikt a'an, dan wordt het niet van hem geaccepteerd, او هاي يعني دايود لك حدثني اوف اخبرني اوف اخبرنا في حدثنا دان باس يعني زين روايه اس كوريكت مار دارفور دان يعني ستوب فا انا ايرست يعني الروايه كونتروليرا اما بين الصحابه هو دوت نيت فان الصحابه زين ألم العدول عد لهم الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات لدينا <applause> الحديث عن أبي ذر جندب بن جناد رضي الله تعالى <applause> عنه أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فريست الله فار أوكبنت بنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن ان لاط ان حسنة أو ان سيئة يعني ان لا ديزة Of laat een een zonde opvolgen. Als iemand een zonde heeft gepleegd. Laat hem daarna een Hassan verrichten. Die die zonde opvolgt. Wa ghaliqin Waardoor hij hem ook. Waardoor hij ook die zonde wegveegt. Wa nasa bi Hassan. En behandelt de mensen. Met een goed karaktereigenschap. En deze hadith. Wordt overgeleverd door het tirmidhi Abu Isa الترمذي رحمه الله إن أن من زنبوك الجامع أنا عايز حديث حسن وفي بعض النسخ حسن من صحيح الإمام الترمذي إس فان دخليرت حديث فان دخروت حديث زلف الإمام البخاري أس يعني أن أورديل أوفر أن حديث دان كي يدت أورديل حديث الشيخ أرباني رحمه الله ذات Hetgene waarover al-Hakim al-Naysaburi rahima heeft geoordeeld in zijn boeken zoals al-Mustadrak, kunnen wij dat nemen. Hij zegt natuurlijk, al-Hakim al-Naysaburi Abu Abdullah is van de grote geleerden van hadith. Dus iemand die geen kennis van hadith heeft en hij neemt zijn oordeel. En yani wat is het verschil tussen zijn oordeel nemen en het oordeel van iemand anders? Maar, geleerden van hadith, die bekritiseren al-Hakim wel. Vooral in zijn boek yani al-Mustadrak. Zij zeggen dat hij heel makkelijk yani, euh, doet over zwakke overleveringen, en wat ook klopt. En dat heeft ook redenen. Onder andere, dat er wordt gezegd dat hij in yani zijn boek uh, niet heeft gecontroleerd, en hij is daar, yani, voordat hij hem heeft gecontroleerd, is hij komen te overlijden. En daarom al-Imam al-Zahabi, en die, die yani verbetert hem, of tenminste, die weerlegt hem in heel veel van die ahkaam. Of hij is het juist eens, en daarom hoor je heel vaak, <rawaa> -hakim, wa <dhahabi> omdat hij dat boek heeft nagekeken. Dus ook het term die yani zijn ahkam... wanneer hij yani, een oordeel velt over een hadith, dan kan dat oordeel genomen worden. Maar iemand die talibul-hadith is en die kennis van hadith heeft en die yani, zelf kan kijken yani, of een hadith sahih is of da'if, en dus yani, uh, kan kiezen tussen hetgene wat de ulama's hebben gezegd, yani, die, kan, die moet dat ook doen. De juiste manier daarin is overigens, de juiste manier daarin. Is dat een persoon niet gaat kijken wat andere geleerden hebben gezegd, maar hij kijkt zelf naar de isnad. Als eerste. Hij kijkt als eerste naar de isnad En hij, hij velt daar een oordeel over, voor zichzelf. En daarna kijkt hij wat de geleerden hebben gezegd. Dat is de juiste manier. En hij zegt hadith van Hassan. Deze hadith is Hessen. Wafi Baadin Nousseg. En in sommige, een sommige, uh, hm? La niet druk. Ja niet, een

zo'n boek gaat controleren. De beste van die manuscript is natuurlijk wanneer de schrijver hem zelf heeft geschreven. Of bijvoorbeeld een student die dicht bij hem was. Of een nazig, yani dus iemand die overschrijft, maar die tussen hem en de schrijver van het boek en niet yani weinig tijd was. En dat is de bedoeling dus van hier. En de termkunde van al-imam al -imam rahimahullah in zijn Jamia Hasan en Hassan al-Sahih, geleerd hebben hier heel veel over verschilt.

Is dat het term die Rahimahullah, wanneer hij zegt hadith un Hasan, dan is de bedoeling daarvan dat deze hadith via meerdere wegen is overgeleverd. Die معna, deze hadith heeft hij van zijn sheikh overgeleverd en nog van een andere sheikh. En die hebben hem van verschillende wegen naar de profeet of naar dezelfde Sahabi of naar dezelfde Tabi'i overgeleverd. Die معna, verschillende wegen. als er staat hadith Sahih, dat is in de tweede nusga. Sommigen zeggen, Hasan un, yani van de ene weg is die Hasan en van de andere weg is die Sahih.

In de heith wordt gebruikt voor zowel warvozemaan als darfumakan. En het woord heith wordt zowel voor plaats als voor tijd gebruikt. Dat betekent vrees Allah subhanahu wa ta'ala waar je ook bent en in welke tijd je ook bevindt. Waar je ook bent, welke plaats van de wereld dan ook, en in welke tijd je ook bevindt. In de begintijd, en in de eerdere eeuwen, of nu of na ons. Dit bevel en die blijft. يوم القيامة أندت بالفعل فرض التقوى الله سبحانه وتعالى نارد إيرس أندلاست ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب تخينا يد بكا باخ كريخ أن يولي خوف مسلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن اتقوا الله أن الله سبحانه وتعالى ينسى مسلم آصى الكفار om hem te vrezen. En wanneer yani, dit bevel aan heel de mensheid wordt gericht, dan is de bedoeling van het taqwa, yani, het binnengaan, het binnentreden van de islam en het verwerpen van een shirk. Bel Allah, Subhanahu wa Ta'ala heeft zelfs zijn eigen profeet bevolen om hem te vrezen. En in dat geval is de bedoeling dat hij standvastig moet blijven op het taqwa. Wa de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, was natuurlijk degene die Allah subhanahu wa ta'ala op de beste manier heeft gevreesd. Zoals hij zei tegen de drie Sahaba, waarvan één zei: ik, ik, Wij zijn niet zoals de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn voorgaande en komende zonden zijn vergeven. Dus zij wilden iets doen wat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, niet deed. En de één zei: Ik zal in gebed staan en niet slapen. En de andere zei.

ا uh, الله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله البدولهن دارفن اس ان هاي ستاند فاستغ مت الله سبحانه وتعالى يتخزر يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل تفسر سوره النساء عايز او غلوفه غلوفن الله والهم سن الغلوف يا ايها الذين امنوا امنوا بالله انت البدولهن دارفن اس

Werd gevraagd yani over het takwa. Onder andere Ali radiallahu ta'ala. werd hierover gevraagd? En hij zei: Als jij je bevindt in een land. waar allemaal shook is. jij niet. Yani, uh, hoe zeg je dat? Stekels. Ja, Nee, hoe zeg je dat? Doornen en zo. Doornen, mooi. Wat ga je doen? Hij zegt: Ik zal bescherming zoeken. En yani, die door mij niet raakt en die mij niet raakt. Hij zegt: Zo is ook het takwa. Zo is ook het taqwa Dat jij bescherming zoekt tegen de bestraffing. فان الله سبحانه وتعالى ان تيخ دارم طلقي بن حبيب رحمه الله تعالى عند خليه ادان الزهاد عند السلف هاي زي ان فتنة بريكت دوف ديزا فتنة دان التقوى خوطس فريس انتو زيزا انتو زي يعني ان واتر زيزا خوطس فريس دان هاي زي ان تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. عايزاي دايز هي فريز إس دتشاي الله سبحانه وتعالى خورزامز على نور من الله إن تلختف من الله سبحانه وتعالى. إن القرآن إن السنة بمعنى بمعنامه القرآن أمد السنة التقوى يعني إس نيت إيد وش الزلف كان يعني فورم كان خيف وإنما يموت الله أتخينه وش الله سبحانه وتعالى في القرآن سيف ببارد تموت شفولخ على نور من الله رجاء ثواب الله أن يهوب ترمي أبد من الله سبحانه وتعالى وأن تترك معصية الله ضجة الله سبحانه وتعالى نيت بنت أو كفير على نور من الله خيفة عذاب الله أن يفريز دارمي بسترافين من الله سبحانه وتعالى اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها The Prophet صلى الله عليه وسلم دي زغت. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ألك زون فن آدم يعني ألك منس ماكت فاوته فيل فاوته أوك خطاء على وزن فعال الذي يدل على المبالغة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين and the best of the خيني دي فاوته ماك التوابون يترخ كير نرهم جل وعلا and the forgiving فراغ for هن زند دارم يعني ان زند فريخته بزيخ Is niet het probleem. Bimana, het houdt niet daarbij op. Maar inna, -ma het probleem en al-aar is dat een persoon en die geen tawbe maakt, geen vergeving vraagt aan Allah subhanahu wa en berouw toont voor zijn zonde. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt hier: Wa atbi'i al tamhuha. Wanneer een persoon een zonde heeft verricht, laat hem dan dit doen opvolgen met een hasana... met een goede daad. Waarmee jij die سيئات دي سلخت الدات ذخ فيخت ذخ خمت دارم يعني صحيح البخاري عن أندرة ترى من بيد بروفيت صلى الله عليه وسلم قام ان عزاي يعني كابن فراو خكست دي أجنبية فما إس يعني دي خين ليت فما محارم إس أنا عزاي أما قد صليت معنا هبي ضني من أنصخ بيدة عزاي نعم عزاي فإن الحسنات إن الحسنات تذهبنا السيئات وانير أن برسون يعني مثل الحسنات كمت ضن دو ديت دو زوندس يعني, uh, wegvegen. Zoals dus in het vers... In al-hasanaat as sayyiat Maar geldt dit voor alle... <coughs> ...geldt het voor alle zondes... ...of alleen voor kleine zondes? We zeggen altijd grote zondes... ...die worden weggeveegd door het touba. Die worden weggeveegd door het touba... ...door brouw door, door, door te, door, door te tonen... ...en terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar als een persoon... ...en die een goede daad verricht... Met die intentie, hij heeft een zonde verricht en hij verricht daarna een goede daad met die intentie, dan hopen we voor hem dat dat zijn berouw is. Want hij heeft namelijk met die intentie verricht en niet met de intentie van. jij al-Hasana'amah. In al-Wa'atbi'i En sommige geleerden zeggen ook dat yani, zonden die worden weggeveegd door goede daden, dat deze goede daden wel. Yani, in grootheid hetzelfde moeten zijn. In formaat hetzelfde moeten zijn als die zonde. Die als iemand uh, yani een zonde heeft verricht. Moet hij een goede daad verrichten. Die yani hetzelfde is qua formaat. Maar dan uiteraard in goedheid. Hey, hoe, yani, hoe, hoe ga je dat bepalen? Hoe ga je bepalen ja, van deze zonde is groot, die is kleiner, die is... Yani wat is de maatstaf daarvoor? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt in hadith. Dat wanneer iemand... Een woord van shirk heeft gezegd, zoals wal Kaaba dat hij bijvoorbeeld zweert bij El Of dat hij iets van het tatayur, in bijgeloof, heeft gedaan. Dat hij dan moet zeggen La ilaha illallah. Want hij, ook al is het onbewust gebeurd, en hij in iets van kleine shirk is vervallen, moet hij zeggen La ilaha illallah. En dat is zijn kafara. Dat is zijn kafara voor die daad die hij heeft verricht. Dus dat is de bedoeling van die geleerden die zeggen van... ...je moet dan met iets komen wat qua formaat yani, hetzelfde is. Wallahu a'alam. En als derde zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...wa nasa bi in hasan. En behandel de mensen met een goed karaktereigenschap. Karaktereigenschap, al Omdat hij yani, zo'n hoge positie heeft in onze dien... ...zal dat een van de zaken zijn... Waardoor de mensen al-Jannah binnen zullen gaan. En daarom de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, die werd gevraagd: over wat zijn de daden waardoor de mensen. Wat zijn de, wat zijn de meeste daden waardoor de mensen het paradijs binnen zullen gaan? En hij zei: Allah... wa husnul khuluq. Vreeds voor Allah subhanahu wa ta'ala en een goed karaktereigenschap. Degene die deze hadith overpijnt, die bemerkt dat.

الأعمال أن التواصي بالحق أن التواصي بالصبر الله ما الأنظر ديال الإيمان وهذا الإيمان بأهل السنة والجماعة إذا تزوفل يعني قول وعمل واعتقاد وكل العمل إس, إس أنظر ديال الإيمان إذا تزد أهل السنة والجماعة ما أمضت دا دفريق تزو بلان رايك إس هيفت الله سبحانه وتعالى ليزا أبارت أبغنوب أن أوك التواصي بالحق والتواصي بالصبر هيفت دارنا أبغنوب ندتون في أصول الفقه خصوص خاص بعد عام اتس يعني سبيسيفيك از نار دات دي 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 ان الخمين هيت فلخ خاص بعد عام انا أوكي او كان حديث او او في خليفه الترمذي رحمه الله زاخد بروفيت صلى الله عليه وسلم يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن شخص كما زين خود كاراكتر، دخرا بريكة Van als Sa'im al-Qa'im. Iemand die overdag vast en in de avond, in de nachten in gebed staat. En niet alleen maar door yani een goed karaktereigenschap. En, en wie vast er elke dag en wie staat er elke dag in gebed, in de nacht? Dus met een goed karaktereigenschap kan men yani die gradatie uh, bereiken. En Husnul Gholuk hebben veel geleerden uitgelegd wat dat is. En een van de beknopte ta'arif.

Hij brengt hen geen schade toe. Op wat voor manier dan ook. Op wat voor manier dan ook. Als derde. Dat hij altijd een vrolijk gezicht heeft. Want een glimlachen naar jouw broeder is een sadaqa Zoals de profeet sallallahu alayhi wa heeft gezegd. Wa Je moet niks van het goede. Hoe zeggen we dat in het Nederlands? Onderschatten. Hij zegt al is het maar een glimlach. In het gezicht van je broeder. En dat is ook een of. Als je iemand tegenkomt, dat je hem niet tegenkomt met yani, iemand die. Yani, en, euh, die. Wajhun Abous. Zoals het Arabische zeggen. Dat hij niet helemaal. niet fronst en net alsof hij niet klaar staat om. aan yani, te vallen. Weet maar, als je iemand tegenkomt. je hoeft niet yani, als een gek te gaan lachen. <laughs> dat is ook niet de bedoeling. Dat gaan ze ook zeggen, deze man, waarom lacht de hele tijd? Maar dat je yani, wel iemand tegemoet komt. يعني خون خون نورمال نورمال أنت أن هذا أمر ديال فان حسن الخلق دوس بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى أن البروفيد صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه حسن الخلق نطلع لك أوك Dat jij hetgene voor jouw broeder wenst, wat jij voor jouzelf wenst. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze hadith: Degene die gered wil worden van het vuur en al-Jannah wil binnengaan, laat hem bij de mensen komen of laat hem de mensen behandelen op de manier zoals hij ook wilt uh, beh uh, behandeld worden. En tabaan, zoals we allemaal weten, de Profeet sallallahu alayhi wa sallam.

Wat in de Koran is omschreven aan goede karaktereigenschappen, daarmee kenmerkte en fiscireerde de Profeet wasallam zichzelf. En daarom was hij wa sallam, een persoon die nooit wraak nam voor zichzelf. En yani als het gaat om zijn eigen persoon, dan vergaf hij. Maar als de grenzen van Allah Subhanahu wa Taala werden overschreden, dan werd hij boos en dan zei hij er iets van. Zoals we net in de hadith hebben gehoord.